Ik denk van, op Wembley speel jij slecht. Ja. Als een drol gewoon. We zijn helemaal niks. Dat ben ik niet met je eens. Jawel, dat was, ja. Hey. Nee, ik begin het helpen. Ik geef even mijn mening, hè. Nou, oké, dat is goed. Goed. Dat mag je dan denk ik, na afloop gaf je dat dus niet toe. Nee, want dat ging niet. Want toen zei jij van, nou, ik speelde helemaal niet zo slecht. En ik begrijp die wissel niet, enzovoort, enzovoort. Het gaat denk ik bij mezelf. Ik speel de eerste half uur speel ik gewoon goed. En op een gegeven moment gaat het steeds minder. Ja. En dat heeft een oorzaak. Beste Ruud, waarom heb jij nou niet gezegd na Wembley? Het was niet veel. Nee, maar wat, je dat zegt heb ik net jou zelf niet horen zeggen. Nee, maar je zegt net zelf toch ook. Je gaf net zelf toe ook het eerste half uur was wel goed. Je ging redelijk. Nou, nou goed, redelijk. Ja, ik begon gewoon goed. Je was toch niet zo goed zoals je nu speelt? Nee, maar ik begon toch goed? Dat zeg je net zelf ook. Ja, maar daarna was het toch helemaal niks? Ja, daarna, maar dat geef ik toch aan? Ja, maar je hebt toch niet gezegd, daarna was het niks met mij? Maar daar gaat het toch niet om? Dat is toch niet waar het om gaat allemaal? Het gaat erom de reden waarom ik steeds als een nachtkaars uitga. Het is heel vervelend als je tegen Fabels moet gaan spelen. Want dan krijg je van, ja, Gilles kan geen twee wedstrijden in de week spelen. Hij heeft last van zijn knieën. Ja, hij heeft last van zijn spieren. Ja. Oude man. Hij geen denkt als een oude man. Geen mentaliteit meer. Kijk, en dat soort dingen, daar moet je tegen vechten. Net las ik ook al in heb de ik ook gedacht, hoor. Hey. Ja, maar wat jij nu allemaal zegt, heb ik ook allemaal gedacht. Ik vind ook, je kan het wel denken, want het is niet leuk. Het is niet leuk. Maar ik heb het wel gedaan. Je moet niet te veel denken. Je moet gewoon op je intuïtie afgaan. Je bent niet op je intuïtie afgegaan. Je bent mee gaan denken met de massa. Ja, dat is juist iets wat niet jouw sterke punt is. Jouw sterke punt is juist dat je iets aparts moet denken. Ja, want dat is toch jouw sterke punt. Ja. Je bent een beetje mee gaan denken met de massa. Ja, ja. Ja, wat je zegt, dat ook zo. Ja, ik dacht ook eigenlijk wel dat het over mijn oude man en dit en zo. Ja, dat vond ik wel. Je moet niet te veel denken. Je moet er meer op je intuïtie afgaan. Dat is zoals ik het doe. Maar waarom? Ik ga ook allemaal. Waarom die onrust? Gaat die onrust gezaaid allemaal? Ik heb helemaal geen onrust gezaaid. Nederland, Engeland, allemaal gedoe en faxen dit en Ruud en niks en ik wil dat maar niet meer. Ja, maar kijk, als je het was echt zo'n affaire, weet je wel, dat ik dacht. Ja, maar als je op dit niveau speelt, ja, dan is elk woord wat je dan anders hebt, dat is een affaire. Al die herrie, Ruud. Maar weet je wat het is? Ja. Als je namelijk voor jezelf opkomt. Ja. Dan blijkt dat dan herrie te zijn. Dan moet je dan weer minder doen. Want als je je mond open doet, dan ben je een zeikert. Als je voor je rechter opkomt, dan ben je een zeikert. Dat is ongelofelijk. Dus als je voor jezelf opkomt, dan ben je een zeikert. Zal dan wel. Dan liever zo. Maar ik bedoel, dan maar een zeikert. We zijn nu toch allemaal tevreden? Ja, nee. Jij bent toch ook tevreden? Ja, nee, ik vind het goed. Ja, maar goed, nu dient zich natuurlijk het volgende probleem. Maar waar moet je spelen? Hallo. Dat is weer voor mij. Dat is nog niet eens een heel klein probleem. We hebben een gigantisch probleem bij de start nu. Uit jouw vraagstelling? Ja. Of heb ik het verkeerd? Denk jij dat ik geen plaats heb? Nee, ik denk we moeten weg. Het is niet zo dat ik naar Nederland ben gegaan om te zeggen dat ik wil spelen. Nederland is bij jou gekomen. Bondscoach is bij me gekomen om naar de prestaties die ik nu lever, dat hij graag wil dat ik met Nederland zelf kom. Oké. Nou dan. Goed. Dus dan kan je dat niet zo zeggen. Kan je niet zeggen, ja, maar wie gaat er dan weg? Ik bedoel, ik heb gezegd van, nou oké, dan stel ik me weer beschikbaar. En dan zien we 23 mei en dan beginnen we ergens aan te werken. Waarom pas 23 mei? Kijk, iedereen is met zijn gedachten en met zijn hoofd bij de competitie. Omdat het gewoon belangrijk is. Ja. Wat heeft het dan voor zin om een oefenwedstrijd te spelen? Dan roep jij dus bijvoorbeeld Dennis. En Ronald, die roep jij dus nu in principe op om ook maar niet te komen. Want daar gaat het dan om. Ik heb toch een afspraak. Waarom moeten die wel komen dan? En dan kom jij niet. Dat is omdat hun al een tijd. Dan ga jij weer gelijk in zo'n uitzonderingspositie. Waarom nou weer? Als de bondscoach vond het goed. Dan moet Dennis en Ronald ook maar wegblijven. Want die heeft voor hun ook geen zin dan, of wel? Ja, ik heb deze gelegenheid gekregen. Nou, wees nou blij voor me. Ja, ik bedoel, in Nederland wordt alles zo. Waarom moet je nou weer een uitzonderingspositie? Waarom bal je nou niet lekker mee? Maar waarom nou? Is een beetje dit. Misschien ben ik te lang uit Nederland weg, maar ik vind het zo'n kradeniersmentaliteit, weet je wel. Allemaal gelijk, allemaal dit, allemaal hetzelfde. Als je er een beetje bovenuit steekt, dan, dat kan niet. Vinden de Nederlanders niet prettig hoor, om dit te horen? Nee, ik zeg niet dat de Nederlanders zo zijn. Ik zeg dat jij Nederland, klein. Nee, je denkt klein. Dat ik kruideniers denk? Je denkt kruideniersachtig, denk je. Ik denk klein. Iedereen hetzelfde? Ja, dat denk je toch? Gelukkig. Is toch niet erg? Wat is er nou zo erg aan als ik de dieter dan maak? Waarom maak je daar nou zo'n punt van? Vind je dat echt heel erg?
Je vindt alles erg, geloof ik. Nee. Je vindt het erg dat er een uit moet. Je vindt dat erg. Ja. Je vindt het erg dat het niet op mij vindt. Ja. Vind je het leuk dat ik bij het Nederlands Elftal kom? Ja, dat vind ik leuk, ja. Ja. Ja, want maar laat het blijken dan. Nee, het is goed. Laat me even zien dat je blij bent. Jij bent blij. Zie je? Hij is blij. Ja. Dan kan het toch niks meer goed. Dan kan het niks meer fout gaan. Jij bent blij. Ik ben blij. Berlusconi, de beoogde premier van rechts, ziet Gullit graag terug in Milaan. Harry geeft ongevraagd advies. Ja, jij vindt het natuurlijk wel interessant dat Milaan weer wil dat je terugkomt. Dat vind je leuk. Ja, natuurlijk vind ik dat leuk. Ja, natuurlijk is toch logisch. Ja. Maar niet doen hoor. Niet erin trappen. Hier blijven. Want dat kan alleen maar een teleurstelling worden bij het Milaan. Niet doen hoor. Want het is niet meer dezelfde ploeg als het was toen jij wegging. Dus gewoon lekker hier blijven. Het gaat hier leuk. Je hebt het hier goed naar je zin. Je voetbalt hier hartstikke goed. En je balt hier nog lekker 2 jaar mee en hartelijke groeten verder. Nou, dit vind ik een mooi einde. Vind je niet? Ja, vind ik een mooi einde. Dit maakt alles weer helemaal goed.